Jongens en meisjes, dames en heren, ik wil jullie welkom heten bij een gloednieuwe video. En vandaag is het weer tijd om lekker te lachen. Want ik heb money to blow. Ik ben even op zoek. Oh, Flas, dikke brief van 50. Deze gaat vandaag zeker weggegeven worden. Ongelooflijk, dikke brief van 50. Godsamme. Dus je weet, heb ik ooit een 5 euro brief heb ik verscheurd. Oh, ga ik met deze niet doen. Maar trouwens, de andere kant van deze... Oh mijn god, ik wou zeggen, ik ben hem kwijt. Oh, ik heb hem. Yes! Nu is er weer geld waard. In ieder geval mensen, vandaag gaan we het volgende doen. Ik ga mensen in mijn Discord server in de lobby laten. Die nu lekker aan het wachten zijn. En dan mogen zij mij een mop vertellen. En als ik lach om de mop, dan krijgen zij niet 5, maar 10 euro. Dat is natuurlijk top. Maar stel je voor, het gebeurt dat ik niet lach. Wat ook kan. Als jij gewoon een slechte mop vertelt, dan lach ik niet. Echt, nee, dat is weer jij. Hij is echt gewoon erg. Dan, lieve mensen, is het zover. Dan krijgt degene die daarna komt, krijgt 20 euro. En als ik weer niet lach, daarna 30 euro. Uiteindelijk kan je weglopen met een zak geld. Dat is niet normaal. In ieder geval, ik hoop dat je het leuk vindt. Doe zeker een duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal, het snelst groeiende kanaal van Nederland. Jawel, daar wil je bij horen. Dus, abonneer. Nee, ik ben niet dood. Oké, mensen, laten we maar gaan beginnen. Ik ben benieuwd naar de moppies. Ik heb weer mijn mijn aantekeningen erbij. Want dan weet ik wanneer ik gelachen heb en hoeveel geld ik moet betalen. Oké, ik hoop dat het een beetje leuke moppen zijn. Let's go. We gaan erin doen. Alcohol is 9. Lijkt mij een leuke. Hallo, alcoholist. Hallo. Lach, jongen. Huh? Ik ben slaapgevallen, man. Ja, jij hebt echt zo'n slechte microfoon. Maar vertel je mop voor 10 euro. Wat? Nee, ik heb geen slechte microfoon. Oh, nee. Nee. Vertel je mop! Ja, doei, rustig. Oké. Mark en Matthijs zitten op het bankje. Zeg Mark tegen Matthijs, mooi weertje, hè? Zeg Matthijs. Leuk ja, mop, maar ik moest niet lachen, helaas. Nee. Hey, alcoholist. Oké, en zo'n cameraman. Leuk, maar ik ga je eruit gooien. De groeten. Jammer. Joe. Ik vond het wel een grappige mop, maar niet leuk genoeg. Dus nu, voor 20 euro de volgende. Cinemike88. Hallo, Cinemike88. Hallo. Hey, ik heb iets leuks voor jou. Namelijk, als jij mij een mop vertelt en ik lach erom, krijg jij niet 10, maar 20 euro. Zo. Maar heb je een beetje een leuke mop voorbereid? Ja, sowieso, ik ben de beste. Oké, nou, dat klinkt al goed. Succes. Ben je klaar voor? Ja, ik ben er klaar voor. Oké. Komt een oud vrouwtje en seksshop binnen. Zegt ze beverig tegen de verkoper. Verkoopt u ook... vibrators. Hoe gaat die uit? De verkoper zegt, ja hoor, vrouwtje. Oh, die zwarte. Ja, ik ken deze, hoe gaat die uit? Zo eindigt die toch? Ja, maar je moet gewoon lachen. Nee, ik moet niet lachen. Jawel. Nee, het was een poepmop. Cinemike, dankjewel, maar de mop was niet leuk. Okay. Doei. Doei. Oké, dat was echt een slechte mop, maar iedereen kent die ook al. Dat is helemaal niks aan. Eens even kijken, wie hebben we hier? We hebben Fleur. Nou, een vrouw, de vorige keer dat we een vrouw hadden. Kleine flashback, die liefde doen meteen. Misschien deze niet. Lisa, hallo. Tel je mop voor 40 euro. En weg is Lisa. Hey Fleur! Hey! Oké, Fleur, ik heb wat leuks voor jou. Als jij mij kan laten lachen voor mijn mop, door een mop te vertellen, niet voor mijn mop, dat heeft niks met te maken, dan krijg je niet 10, niet 20, maar 30 euro. Niet. Ja, 30 euro, maar moet je wel een leuke mop hebben. Oké, ik ga mijn best doen. Oké, Jantje gaat bij zijn oma en opa logeren. En dan zegt Jantje, oma, ik moet echt heel nodig pissen. En zegt oma, bah Jantje, wat een vies woord zeg je daar. Zeg maar gewoon fluiten. En nou ja, die avond gaat hij slapen. En hij krijgt midden in de nacht een nachtmerrie. En hij gaat bij zijn oma en opa in bed liggen. En dan zegt Jantje tegen zijn opa, opa, ik moet fluiten. Nou, die opa zegt, Jantje, je kunt toch niet zomaar midden in de nacht gaan fluiten? Jantje zegt, maar ik moet echt. En dan zegt zijn opa, ach, doe het dan maar heel zachtjes in mijn oor. Is zijn oor heel zachtjes? Ik moet zeggen, het was een erg leuke mop, maar ik moest niet lachen. Ah. Maar hij was wel leuk, hoor. Ik dacht dat het ging worden van, doe maar in bed. Dat had ik hem niet heel leuk gevonden. Maar met name dat in het oor vond ik wel leuk. Maar Fleur, top bedankt. Alsjeblieft. Doei, doei. Ik moet zeggen, ik moet eigenlijk achteraf een klein beetje lachen. Maar de volgende kan wel 40 euro verdienen. Nou, dat is natuurlijk even cash in de mokerklauw. Hallo, paarse persik. Hallo. Ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Goed nieuws, schrijf dan maar. Je kan 40 euro winnen als je mij laat lachen. Oké, ja, dat is wel goed nieuws. Het slechte nieuws is meer voor mij iets. Ik heb nog niet gelachen vandaag. Ik moet je laten lachen. Ja, jij moet mij laten lachen. Dan krijg je 40 euro. Oh. Oké, komt ie. Oké. Waarom mag je niet met 4 mensen in een auto in Rusland? Dan heb je 4 Russen. Hij liep er gewoon zelf. Ik moet daar wel om lachen, dat vind ik wel grappig. Maar hij is nu alweer weg, dus ik ga hem nooit meer terugvinden. Maar wat een slechte mop. Jee, niet normaal. Wat zeg je tegen een vrouw die volledig is toegetakeld op haar gezicht? Vol blauwe plekken en een gebroken kaak. Ga je nu luisteren? Nee, helaas. Ik lach niet om vrouwelijk geweld. Ja, maar als er dit soort shit gebeurt... Griep.
Benji, de groet. Houdoe. Dus gewoon wacht, ik heb voor mezelf afgesproken. Als iemand Harris zegt, lach ik één keer en dan krijgt hij het. Dus één iemand moet Harris zeggen en ik krijg dan nu 60 euro. Hallo, Pong. Yo. Yo, Pong, luister. Is Pong jouw echte naam? Nee. Oh, wat is wel jouw echte naam? Wil je liever anoniem blijven? Anoniem. Oké. Okay. Hey, luister, Pong. Ik heb goed nieuws voor je. Als jij een mop vertelt en ik lach erom, dan krijg jij 60 euro. Wat? Ja, dat is flink veel saaf, hè? Denk je dat jij mij kan laten lachen met je mop? Nee, denk ik niet. Hallo, wat is dit nou voor motivatie? Ja. Vertel je mop. Hoe noem je iemand uit China? Of, ja, nee, wacht. Mag ik het nu? Ja. Wat zeg je tegen pasgeboren Chinees? Hallo? Je zegt, made in China. Pong, dit was geen leuke mop. Je had gelijk. Ik ga inderdaad niet lachen om deze mop. Maar ik wil je toch bedanken. Anonieme Pong, de groeten. Doei. Oké, gooi gedeprimeerd erin. Hallo, gedeprimeerd. Hallo, Koen. Jouw naam doet niet veel goeds vermoeden, maar misschien heb je wel een enorme leuke mop. Want je kan namelijk 70 euro verdienen als ik lach om jouw mop. 70 euro? Ja. Mag ik beginnen? Ja, je mag beginnen. Henk heeft het eindelijk voor elkaar. Hij heeft kaarten voor de WK-finale voetbal gekregen. Eenmaal bij de voetbalwedstrijd vraagt een man achter hem, is die plaats naast jou nog vrij? Ja, antwoordt Henk. Plek naast mij is niet bezet. Meen je dat, vraagt de man. Hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat iemand een kaartje heeft voor het grootste voetbalevenement en dan niet komt opdagen? Nou, antwoordt Henk. Deze plaats is ook nog van mij. Mijn vrouw zou eigenlijk meegaan, maar die is helaas plots overleden. Oh, zegt de man achter hem. Sorry, het spijt me. Dat wist ik niet. Maar met alle respect hoor, heb je dan niet iemand anders kunnen vinden om mee te gaan? Henk schudt zijn hoofd en zegt, nee, iedereen is naar haar begrafenis. Fijn. Wel leuk, maar ik moest niet lachen. Ah, jammer. Helaas, maar goed gedaan, gedeprimeerd. Ik ben trots op Dankjewel. Je. Dankjewel. Doei, doei. Dankjewel, Koen. Dankjewel. Sam, hallo. Yo, Koen. Zo, Sam, dan ben jij ongelooflijk enthousiast. Hé, maar Sam, heb jij denk je een leuke mop? Ja, ik ben van mezelf echt ongelooflijk grappig. Dus ja. Ik denk het... Dat is mooi, want als ik moet lachen om je mop, krijg jij 80 euro. 80 euro? 80 euro. Ja, ik zeg, die gaan we even meenemen. Nou, laat maar horen. Oké, Kees de sluipschutter komt thuis bij zijn vrouw. Zijn vrouw die is net terug van een gezellig uitstapje. Ze is lekker met de vriendinnen shoppen geweest. Mm-hmm. Dus ze vraagt aan de man, hoe was je dag, schat? Zegt de man tegen de vrouw, niet goed, ik heb je gemist. Nee. Yes! Ik heb gewoon 80 euro gewonnen. Waarom lach ik, joh? Ja, yes! Oh, ik heb je gemist. Oh, 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 oh. Ik zei het, hè? Je hebt helemaal gelijk, jongen. Van harte gefeliciteerd. Oké, de eerste met 80 euro is weggegeven. Dan beginnen we weer met 10. Waar winkelt een blinde nooit? Ik heb geen idee. In de kijkshop. Nou, wel leuk, maar ik moest niet lachen. Nou, jammer. Helaas, Len. Misschien met iets meer enthousiasme de volgende keer. Dan moet ik zeker lachen. Dat is goed. Oké, Len, de groeten. Doei. Volgens mij was Len echt verdrietig. Len, als je dit kijkt, het spijt me dat ik niet moest lachen om je mop. Hallo, Trewe. Hallo. Luister, als je moet lachen om je mop, krijg je 30 euro van mij. Oké. Dus, Ben je er klaar voor? Ik ben er hartstikke klaar voor. Mark betast kinderen. Waarom lach ik hierom? Ja, 30 euro. Je hebt 30 euro gewonnen. Ga ik toch maar even premium koem halen, denk ik. Ja, kijk, dat willen we horen. Goed zo. Holo, no kaasje. Jezus Christus. Hallo, Luc. Hey. Hoe gaat het ermee, Luc? Ja, fantastisch. Het kan wel beter met je gaan, want als ik lach om je mop, krijg je 10 euro. Ah, dat is geweldig. Ja, maar denk je dat ik ga lachen om je mop? Ik hoop het. Oké, ik hoop het ook. Kom maar op met die mop. Nou. Ja, maar deze mop heb ik al zo vaak gehoord, Luc. Echt? Ja, maar kijk, de eerste keer was hij leuk. Maar dit is al de 100ste keer dat ik hem hoor, Luc. Oh. Yes! Lekker! Ja, dat ja, ja, was leuk, hè? Waarom val ik altijd voor die royalistic die lacht? Dat is niet eerlijk! Ik wist het, yes! Luc, van harte gefeliciteerd, ik krijg 10 euro. Dankjewel. Hallo, lekker kippetje. Ja, kip is heel lekker. Kip is lekker, ja. Kom jij uit Limburg? Ja. Gadverdamme! Jari, grote vriend. Ik kan 10 euro winnen als ik lach om jou mop, Jari. Waarom? Waarom? Kijk, Mark elke dag door zijn raampje. Ik weet niet waarom Mark elke dag door zijn raampje kijkt. Omdat hij niet door de muur heen kan kijken. Hey. Oh. Er komt een man bij de dokter met al wekenlang maagzuur. Ja. Vraagt de dokter, wat drinkt u dan? Zegt de man, ach, doe maar een biertje. Ja, dat is toch een klein lachje hoor ik daar. Leuke mop, goed gedaan. Trots op jou. Mooi. Ja, doe maar een biertje. Kijk, de volgende. Hallo Leon. Yo. Leon, grote vriend, hoe gaat het ermee? Ja, dat gaat goed met jou. Met mij gaat het... ik baarde mijn tong, jongen. Met mij gaat het goed, tot net, toen ik op mijn tong beet. Luister, ik geef jou 10 euro als ik lach om jouw mop. Gaat dat lukken, denk je? Ik doe mijn best. Goed zo. Kom je uit Friesland? Hoe weet je dat? Dat hoor ik aan je accent. Ja, ik kom uit Friesland. Aha. Oké, vertel je mop. Nou, wat is een overeenkomst tussen een baby en een Ferrari? Je komt er maar moeilijk in, maar als je er eenmaal in zit, scheurt het gegarandeerd. Ja, maar dit kan toch niet. Yes! Dit
kan toch niet? Oké. Leon, van harte gefeliciteerd. Dankjewel, dankjewel. Dames en heren, dat was weer de video. We hebben vandaag, oh mijn god, 80, 90, 110, 120, 130, 160 euro uitgegeven. 160 centen euro's! Ik wil bedanken voor het kijken naar deze video. Wil je er nou ook een keer bij zijn? Join mijn Discord in de beschrijving. En dan de volgende keer kan jij erbij zijn. Bedankt voor het kijken en ik zeg de groeten. Maar in de week. Ik ben nooit weg geweest. We rocken nog Ray-Ban. Nee, ik hoef geen Cartier. Paar ruggen in de week. Ik ben nooit weg geweest. We rocken nog Ray-Ban.